Deze prachtige bloemen mag ik zo aan Marco gaan geven. Nou, Marco is echt een typische zorgheld. Hij werkt hier achter me in het verpleeghuis. Is ooit eens begonnen in de wasseretten, maar hij vond het zo leuk dat hij stapjes is gaan maken. En daar gaat hij me hopelijk alles over vertellen. Lopen jullie mee? Hallo. Hallo. Jij moet Marco zijn. Ik ben... Ja, klopt. Ja, ik zie maar één man, dus ik denk dat jij het al bent. Ja, dat ben ik. Hey Marco, hoe is het? Goed. Ben je druk? Valt mee. Valt gelukkig, mee. Dan kan ik je deze prachtige bloemen geven, want jij bent natuurlijk één van die zorghelden die we kennen. Dankjewel. Dus jij verdient ze ja, bij dank deze. Je, dank je, ja. Mooi. En ik zie dat jullie een heel buffet hebben. Ja. Is dat al lang zo? Dit is denk ik een jaar. Ze komen hier 's ochtends komen ze binnen, ja? Dan melden ze zich hier, doen ze de handen desinfecteren en dan helpen wij met het ontbijt klaarmaken. Dan mogen ze kiezen wat ze willen. Oké, okay. Maar om heel eerlijk te zijn, ik kijk het nu en dan zie ik het en denk ik hartstikke gezellig, maar ja. Ouderenzorg heeft natuurlijk een beetje stoffig imago, hè? Nou, zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je verkeerd. Wat is er zo leuk? Vertel me. Ja, je kan hier in ieder geval in het gasthuis, we kunnen alles doen wat ze willen. We vragen ook echt aan de mensen, wat vind je nou leuk om te doen? Ja. Nou, dan krijg je de leukste verhalen en dan zeg je van nou, in Zevenaar deed ik altijd vissen, hè? Ja. En het zou wel leuk zijn als ik daar weer heen kan. Dan zeg ik van, dat gaan we doen. Oké. Okay. Dus we regelen van alles, we vragen wat ze willen. Bloemschekken, noem maar op. Dus dat is alles het eigenlijk, je worden. Vraagt wat zij willen. Ja, ja. Dus. We kijken echt naar de mensen zelf. Ja. Nou, een wandelen hoort ook bij het complete takenpakket. Wat doe je nog meer, Marco? Nou, sowieso de zorg, de ochtendzorg, mensen verzorgen. Mm-hmm. Maar vooral ook activiteiten. Okay. Op de huiskamer doen we schilderen. Wil je even naar de dijk, even naar de bootjes kijken. Dat is nog geen dag geweest dat ik niet met plezier naar werk ga. Ja. Het is gewoon de mooiste baan die er is. Nou, dat is fijn te horen. Ja, ja. De mooiste baan die er is. Ja. Ja, Marco, als je heel even zou willen wachten, want wij vinden echt dat je heel mooi werk doet, maar niet alleen ik. Er zijn nog meer mensen die vinden dat jij mooi werk doet. Lindy, dank je wel. Eerst even deze, Lindy helpt mij. Ja. Je mag hier naar kijken. Hou hem samen een beetje vast. Oké. Zo, nee? Er is mij gevraagd om iets te vertellen over de zorg in het gasthuis. Wij als familie vinden dat er in het gasthuis een gezellige dorpssfeer heerst, waar iedereen zich thuis voelt en geaccepteerd wordt. Al kom je uit een andere plaats zoals mijn oma. De zorg is altijd zeer betrokken, vriendelijk en in huiselijke sfeer aanwezig. Door de vele activiteiten die georganiseerd worden, heeft mijn oma een hele fijne dagbesteding. En dit alles zorgt ervoor dat mijn oma zich altijd en vanaf dag 1 al welkom en vooral thuis voelt in het gasthuis. Hiervoor willen wij je als familie heel erg danken. Oh, leuk. Lieve, ja. Je wordt gewoon nog eens een keer in het zonnetje gezet. Ja. Gewoon ja, een familie van iemand die hier woont. Ja. Super lief. Mooi dus te horen. We zetten hem compleet in het zonnetje, Nico. Dus heeft hij wel verdiend, hè? Heeft hij verdiend. Heeft hij zeker verdiend. Ja. Nou, en niet alleen ik en niet alleen familie. Maar Lindy, als ik die ook nog van je mag hebben. Want namens het gasthuis wil ik je ook nog deze geven. Want ze zijn zo blij met je. Oh, wat leuk. Dus die is ook voor jou. Jeetje. Super Marco. Yay. Ja, dank je. Leuk. Ja? Nou, zullen we Nico eens naar binnen gaan brengen? Ja, Nico, we gaan koffie drinken. Zal ik hem voor je dragen? Ja, dank je. Kom, neem ik hem mee. Kan ik er nog even naar kijken? Oh ja, super Marco, te gek. Hallo, hallo. Heel brutaal doe ik gewoon lekker de deur open. Hi, zijn jullie in overleg? Ja. Mag ik even storen? Ja, zeker. Desiree, mag ik jou even hier hebben? Haha. Hi. Hoi. Tadaa. Kijk aan. Die zijn voor jou. Mooi. Omdat je zo heel erg goed bezig bent, alsjeblieft. Top, dankjewel. En ik wil zo echt alles weten waar je allemaal mee bezig bent. Maar volgens mij moet jij ook nog van alles doen. Mag ik even met je meelopen? Ja, tuurlijk. Ik moet dadelijk nog even een ontbijtje brengen bij een mevrouw. En dan, Ontbijtje op bed? Ja, nou ja, ze zit in de stoel, oh. Maar ja. Nou, ik vond het toch goed klinken. Ja. Is goed, loop ik met je mee? Top, dan ga ik deze even. Oké. Okay. Ik vind het nogal chic ontbijt op bed, maar ik moet ook weten, want
Jij hebt ervoor gezorgd dat er dus een buffet in de, noem je dat, eetzaal, woonzaal komt? Ja, de gasterij heet het. Ik heb hiervoor de opleiding voeding en diëtetiek gedaan. En, ja. Ik heb hier mijn scriptie geschreven en toen hebben we onderzoek gedaan naar wat is er al en wat kan er eventueel nog verbeterd worden. Mm-hmm. En toen is daar inderdaad het buffet uitgekomen. En waarom is dat buffet eigenlijk zo belangrijk? Nou ja, zien eten doet eten. En als ze daar allemaal gezellig bij elkaar zitten, ze maken een praatje. En als ik jou een boterham zie eten, dan lust ik er misschien ook nog wel eentje. Ja, mooi om die studie. Ja, dankzij zeker jou hebben ze hier een buffet. Ja. Hey, en je bent verpleegkundige. Je hebt een paar studies daarvoor afgerond. Ja. Maar volgens mij ben je er nog één aan het doen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Waarom? Het is toch net weer even een stapje meer. Een stapje extra. Ja. Jij houdt van het stapje extra. Zeker, dat vind ik wel leuk. Volgens mij zit ze te wachten, denk ik. Cool. En anders moet ik het opeten. Heel naar. Goedemorgen, Pita. Goedemorgen. Ik heb iemand meegenomen. Ja. Met het ontbijt. Tadaa! Ja, ik had het bijna zelf opgegeten. Ik zal even maar ik heb me nog net in kunnen houden. Oh, kijk eens. Mooi. Nee. Nou, Pita, dat komt helemaal goed. Je kan erbij. Zo. Kijk. Nou, dat ziet er goed uit. Ziet er goed uit, hè? Lekker. Nou, eet smakelijk, Pita. Als je straks het ontbijt op hebt, dan komen we nog terug. En dan kunnen we aan Nens laten zien hoe goed wij kunnen ballontennissen. Oké. Okay. Kunnen we erin maken. Nou, tot zo. Tot zo. Ik vind het hartstikke mooi. Zo, Pita, vind je het goed als ik Desiree nog even een extra cadeautje geef? Ja. Heeft ze wel verdiend, denk ik, of niet? Ja, zeker. Heeft ze hem verdiend. Ja, waarom verdient ze dat? Kun je dat vertellen? Nou, omdat ze altijd meteen klaar staat en ze is er gewoon, hè? Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Ze is er gewoon. Wow. Ooit van een ander. Ja, kijk, ik heb een hele lieve assistent, Lynn. Die ziet bijna niemand, maar ze is er wel. Want deze mag ik jou geven namens het gasthuis. Superleuk. Ja. Nou, super Desiree. Het staat er al. Ja. Ja, kijk, Pita. Oh, leuk. Heeft ze wel verdiend, hè? Nou. Keileuk. Ja, hè? Maar je doet het ook met heel veel liefde. Ja, zeker. Ik doe het echt met veel plezier. Ja. En weet je, als je zoiets van Pita hoort, dat is toch fijn om te horen. Daar doe je het uiteindelijk toch voor. Ja. Mooi.